Ten eerste, Jinte, hoe gaat het met je? Heel goed en ik dank u. Goed om te horen. Voordat we over Running Days gaan praten, wil ik even een klein stukje terug. Naar het moment dat jullie besluiten om even een pauze in te lassen met Balthasar. Had jij toen al het idee van hoe jouw solo-project eruit ging zien? Niet echt. Well, een beetje wel. Okay. Ergens wist ik al dat ik op groove wil werken. Okay. Ik luisterde toen toch heel veel naar hip-hop en R&B. Mm-hmm. Ik wist dat ik meer die kant ging opgaan. Natuurlijk weet ik niet waar dat gaat eindigen. Maar ik zou wel, moest ik toen de plaat hoorden hebben, hoe dat die nu is, zou ik het wel gesnapt hebben. Okay. Dat vind ik wel grappig, want je hebt het ergens anders, ik weet niet meer waar ik dit vandaan heb, maar heb je het omschreven? I began thinking what I'd play at house parties. Dus wat ik thuis zou draaien. Ja. En toen kwam je op die jaren 90 hip-hop soul. En vooral als ik nu live ga spelen, dus ik er ook uit like, of dat ik op een huisfeest sta. Het voelt ook heel onbedwongen en gewoon fun aan. Maar als we even teruggaan naar jouw jeugd, was hip-hop, je bent ook opgegroeid in de 90s, dus was hip-hop, was R&B in die tijd? Nee, eigenlijk niet. Okay. Ik was eerder een Nirvana-adept of zo. Bijvoorbeeld, ik speel deze, hij straks op Werther, op zo de dag van System of Down en Linkin Park. Mm-hmm. Dat is zo mijn jeugd. Okay. Maar bon. Gegroeid op en toen is er wel, ja, en toen ben ik eigenlijk terug beginnen luisteren naar die muziek. Alhoewel dat Missy Elliott of zo altijd wel ergens opstond. Oké. Okay. Toen je begon daarna te kijken naar die stroom muziek, wat viel je op en bij wie bleef je hangen? Eigenlijk bij twee heel kleine bands. En ervoor gezorgd dat ik wist van oké, okay. Als ik een soloplaat doe, hak ik iets meer die richting op. En dat is eigenlijk Emily Wells. Okay. Is een Amerikaans die veel komt toeren. Zit zo bij een heel leuk boekingskantoor in België. En ze speelt zo op haar eentje loop-based muziek. Maar het is geen hip-hop of zo, maar zo'n beetje die insteek ook, zo die grooves. En ik vond dat heel interessant omdat het heel loop-based is. Omdat je heel anders mijn liedjes schrijft. En die groove natuurlijk. En toen de Nederlander, Child of Love. Okay. Toen ik die plaat hoorde, had ik echt wel iets van, alright, cooler dan deze kom het niet. En ik ben verre van niet in dat straatje beland, want het is veel vuiler ofzo. Maar ik wist wel, ik wist gewoon dat ik ben heel melodisch ingesteld. Mm-hmm. Of toch als kind. En hoe ouder dat komt, hoe meer dat ik net die oer-grooves of zo. Het lijkt altijd met de mensen hier in het Westen Vivaldi hadden, terwijl dat ze in Afrika gewoon op drums aan het maken waren en in India. Yeah. En dat eigenlijk dat heel melodische. Niet overal per se belangrijk is, maar ik anders begin nadenken over muziek maken. Wanneer kwam deze realisatie? Wanneer kwam die realisatie? Oh, ik weet niet, ik kan daar geen datum in. Of, nee, maar was 23 dat maart. Maar was dat midden in het proces? Of was dat... Nee, dat was al, okay. Ja, dat was al in het begin. Ja. Okay. Toen ik wist dat ik veel meer met mijn beats zou werken, maar begint met. Elektronische drums zijn ook al helemaal anders dan dat je een akoestische drum benadert. Ik wist sowieso dat ik een mengeling wil maken tussen de twee. Op mijn plaats staan er ook akoestische drums. Mm-hmm. Maar je luistert naar helemaal andere dingen. Al die hip-hop en zo draai niet per se om kick, hi-hat, snare, hi-hat. Dus je begint heel anders na te denken over die grooves. En dan, ik weet niet, zat ik zo op Spotify, leven Spotify. Van die Afrikaanse tamtam muziek en dan kom je naar Indische straat, march bands. Ja, zoal van die muziek dat je het zei van ja, ik voel dat wel keihard. Het is mega chic, want dat komt niet per se uit mijn opvoeding ofzo en toch voel ik dat keihard. En ik vind nu ook mijn plaat, het is eigenlijk heel gebaseerd op alle akkoorden en zo.
korte akkoordschema's die gewoon altijd de hele lied doorgaan. Dus het is heel loop-based. Mm-hmm. En de groove is bijna het belangrijkste. Het is heel pulserende muziek. En het is ook niet dat ik de grote melodieën opzoek of zo. Dus ja, dat was een beetje het proces. Was dit in die zin dan ook een reactie op hoe jullie met Balthasar te werk gingen? Nee, omdat Maarten veel minder melodisch is dan... Of ja, het gaat anders zijn. Dat Maarten dat ik wel al die melodie opzij kon schuiven. Okay. En voordragen of zo meer. Terwijl, dat, ik weet niet, ik zat like gevangen in muziek maken. Echt puur gebaseerd op melodie. Okay. Ik kon vooral mezelf een beetje loskrijgen eruit. Mm-hmm. Maar dat ging, ja, ik heb heel veel materiaal moeten wegsmijden. Altijd dat ik in het begin schreef, achteraf gezien, bleef dat zo heel Balthasar-achtig of heel te weinig gebaseerd op de groove of ergens, ja, niet ver genoeg. En ergens, daarvan binnen een jaar, na die plaat die nu uitkomt, dat ik ook ga luisteren van, oh, het is nog altijd zo braaf of zo, kan nog veel verder. Maar dat denkt altijd hé, na een plaat. Was er dan wel een moment tijdens het schrijven of misschien in de studio dat je dacht van, oké, nu zit ik op de goede richting, nu ga dit... Toen dat ik On Fire schreef. Okay. On Fire en Running Days heb ik eigenlijk in dezelfde week geschreven. Okay. En, dat waren, ja, het altijd één lied of twee liedjes die zijn van nu komt die plaat goed. Omdat altijd dat ik hier zit te verkondigen van niet te melodieus en die beats en die ding, dat kwam lekker in die nummers wel uit, vond ik. Ja. Maar om de plaat echt af te temmen, moest ik The Other Man schrijven. Dat was voor mij het belangrijkste lied om te schrijven eigenlijk. Ik had dat lied al is 2 maanden in mijn hoofd, eer dat ik dat durfde te beginnen opnemen. Want het zoveel dat je in je hoofd al een hele symfonie hebt gemaakt en dat begint eraan. Het klinkt gewoon echt, het lijkt stront, weet dat? Dat zit zo onthoogeld. Dus ik was heel voorzichtig met dat nummer. Oei, sorry. Heel voorzichtig met dat nummer. En ik was eigenlijk heel content als het dan effectief exact eruit kwam, lijkt hoe dat ik het in mijn hoofd had. Dus ja, dat zijn allemaal liedjes, ja, like Calm Down en Wicked Streets en zo, zijn veel vroeger geschreven. Okay. Dat was zo nog een beetje, we zien wel. Maar die drie nummers waren wel belangrijk op de plaat. Zo. En ik gezegd te geven. The Other Man is een, en ik had ook iets gelezen over deze, dat is een heel zelfreflectief nummer. Het is echt, het gaat over jou, het gaat niet over iets anders. Of. Ja. Klopt dat? Ja, zo, het is bijna een innerlijke monoloog. The Other Man is ook geen andere gast, dat is ook ik gewoon. Veel dingen in de plaat zijn zo ergens, ik kom er straks 30 als de plaat uitkomt. Ik kijk een keer terug op al die shit die je meegemaakt hebt. En het was een beetje het idee dat je eigenlijk... je bent eigenlijk veel verder geraakt in je leven en toch zijn er nog altijd hetzelfde kind dat nog altijd met dezelfde problemen zit of issues. Ja. En bon, je hebt dat een beetje getackled en zo, maar voilà, een beetje een conversatie met mijn eigen daarover. Was het fijn, omdat ik kan me voorstellen dat een nummer als die aan mij bij Balthasar minder die zou je niet snel opperen, denk ik, bij Balthasar. Dus was het fijn om in die zin je wat meer op jezelf te kunnen richten, zeker zo. Tuurlijk. Ik denk ook dat... ze vragen nu soms van, ja, je zegt dat het een persoonlijkere plaat is dan Balthasar. Maar eigenlijk, als je de persoonlijke teksten van Balthasar naast die van nu legt, zoveel semesteren, maar het is vooral het proces, voor mij. Maar ik vind dat wel. Gewoon omdat je... Je hebt nooit niks afgetoetst aan niemand. En, ja. Je hebt ook nooit... ik ben niet de eerste die dat zegt, maar je zoekt niet in een algemene deler op met andere mensen. Je zoekt het puur je eigen verhaal en je maakt dat nog groter of nog extremer. Dan dat je eigenlijk het naar andere mensen toe trekt. Waardoor dat je eigenlijk eindigt met iets dat vrij persoonlijk aanvoelt.
dat gaat ook over... De dingen dat ik moet zingen over liefde of zo, zijn ook effectief dingen dat ik niet per se kan zingen. Moest ik dat niet meegemaakt hebben of moest ik dat moeten bij een band zingen, ging ik dat waarschijnlijk anders aangepakt hebben. Ja. Het zit hem in die details. En die aanpak, want je noemt het net ook die admiratie voor de looping. En je hebt volgens mij echt een do-it-yourself aanpak gedaan. Van, ja. Ik wil gewoon zelf even eruit zien. Ja. Dus was het, eenzaam is misschien niet het goede woord, maar was het een proces dat je veel in je eentje deed? Ja, keihard. Omdat eigenlijk heel in het begin wou ik alles zelf doen. Totdat je merkt dat je grenzen hebt. En, want het meeste is opgenomen in mijn kamertje thuis. Ja. Met wat synthesizers dat ik had gekocht. En ja, een computer tegenwoordig kan je daar alles mee doen. En het is pas om echt de plaat af te werken dat ik naar andere mensen ben gaan. Ik had wel vrienden uitgenodigd om een keer te luisteren. Daar had ik veel aan. Maar het is niet dat ik dan samen daarmee muziek heb verder gemaakt. Het was zo, ik weet niet, een keer deugd om gewoon voor mijn eigen op te maken. Wat heb je ontdekt over jezelf? Goh, vrij veel. sowieso is dat is een immens proces om een plaat af te werken. Als ik nu kijk naar die 40 minuutjes muziek, dat is zoiets van for real, dat is het maar. Terwijl als je bijst dan heel dat proces om ertoe te geraken, dat is wel heftig. Ook dat, ik heb geen moeite met muziek schrijven, nee. dat doe ik al jaren. Maar het is wel de eerste keer dat je bijvoorbeeld, dat ik het helemaal alleen moest afwerken. Ook. Mm. Dat je moest zeggen van oké, nu gaan we het, hier stopt het, hier is het af. Yeah. Of dat moet er nog gebeuren en dan is het af. Als je in een band zit, of als ik mijn mind schreef bij Bazaar, dat was heel anders. Het constant een spiegel tegenover elkaar en je weet voortdurend waar je staat omdat je repliek krijgt. En daardoor kun je er makkelijk zelf afstand van nemen. En nu nam je er nooit zelf afstand van. Waardoor dat nog intenser aanvoelde. En daardoor leerde veel van jezelf. Maar dat zijn positieve dingen en negatieve dingen. Maar als ze gewoon blijven doorgaan, raakte ergens. Dat heb ik toch een keer wat meegemaakt.